Een 11 meter lange maquette van de Waalkade krijgt binnenkort een nieuwe plek in de stad. Eentje die ook voor publiek toegankelijk is. Want nu is het kartonnen kunstwerk nog opgeslagen achter gesloten deuren. Hier gaat een hele mooie stadstuin verschijnen. Een binnentuin voor alle bewoners en gebruikers van het Oude Weeshuis. Je moet je zo voorstellen, er zijn hier een hele hoop omwonenden die op een bovenhuis wonen. Die hebben helemaal geen tuin. Mensen die wel een tuintje hebben, ja, die hebben ook vaak een hele beperkte ruimte. Dus dit is op zich straks natuurlijk een ideale plek om met elkaar te recreëren. Helemaal achter in de tuin, tegen de groene struiken die je nu ziet, daar komt een gebouwtje waar de maquette in komt staan van de benedenstad. Daarvoor komt waarschijnlijk een plek waar men kan recreëren in de vorm van bijvoorbeeld barbecuen. En daar omheen komt een ruimte voor een moestuin en een bloementuin. Het idee is gekomen van mevrouw Kokke, Christel Kokke. Want iemand die heel veel vrijwilligerswerk hier in het Oude Weeshuis doet en heeft gedaan. Het is haar idee. Zij heeft drie jaar geleden eigenlijk al het idee geopperd om hier iets van te maken. Omdat er nu helemaal geen gebruik meer wordt gemaakt van deze ruimte. Nou, we zijn nu volop bezig met de vergunningen aanvragen en de afspraken met de tuinarchitect. En met bijvoorbeeld ook de smits die de doorgang naar het gezondheidscentrum gaat verwezenlijken. En 1 september is gepland dat de schop daadwerkelijk de grond in gaat en dat we gaan beginnen met de aanleg ervan. In september de eerste voorbereidingen, dus het graafwerk, en in oktober de beplanting. En dan zou dus 1 november al een heel eind klaar moeten zijn.